Nummer 5. De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is een tablet die een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding biedt, ondanks het feit dat hij is uitgerust met verschillende uitgebreide functies. Dankzij de krachtige hardware, de aanwezigheid van de S Pen en een uitstekende batterijduur kan de tablet op zijn best worden gebruikt door professionals die thuis of onderweg willen genieten van multimedia content, maar ook door degenen die content moeten creëren zonder hun machines te veel te belasten. De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is een perfecte tablet voor wie op zoek is naar een relatief goedkoop apparaat met goede prestaties. Hij kost rond de €300, maar met de toevoeging van een compatibel draadloos toetsenbord heb je een compleet apparaat dat geschikt is voor mobiel gebruik. Onderaan de videobeschrijving vindt u de link naar het product. Nummer 4. De Microsoft Surface Go 3 is een converteerbare tablet met toetsenbord die geschikt is voor mensen die op zoek zijn naar een lichtgewicht en compact apparaat, niet te omvangrijk voor een rugzak of tas, dat een waardevolle hulp zal blijken bij het uitvoeren van dagelijkse taken zoals surfen op het web, video's bekijken, mail beheren of basisapps. Het is ontworpen om een instapmodel comfortable ervaring te bieden dat gemakkelijk in een tas of rugzak kan worden meegenomen. De tablet heeft een 10,5-inch display en een Full HD 1920x1280 resolutie met 10 punts multi-touch en ondersteuning voor stylus. De link naar de prijs van dit product vindt u onderaan de videobeschrijving. Nummer 3. De Samsung Galaxy Tab S7 is een Android-tablet van topkwaliteit. Met een Snapdragon 865 Plus processor, een 12,4-inch WQXGA Super AMOLED-scherm voor hoge videokwaliteit en 128 GB geheugen met de mogelijkheid tot uitbreiding tot een terabyte, is hij ideaal voor zowel werk als ontspanning. Een 6 GB RAM garandeert hoge prestaties, zelfs bij multitasking. Het SGSI Care gecertificeerde beeldscherm biedt een goed visueel comfort, wat ook ideaal is voor lange werksessies. Dankzij de uitstekende autonomie van de 10.090 mAh batterij kan de gebruiker zorgeloos de meest veeleisende toepassingen gebruiken. Dankzij de S Pen met 4096 drukniveaus biedt deze tablet nauwkeurige en fijne controle. U kunt de prijs van dit artikel zien door op de link in de beschrijving te klikken. Nummer 2. De Microsoft Surface Pro 8 is een van de beste convertibles op de markt, geschikt voor zowel professionele als amateurbehoeften. Uitgerust met de krachtige en snelle 11e generatie Intel Core i5, 8 GB RAM geheugen en 256 GB SSD opslag, biedt deze tablet-PC uitstekende prestaties. Het 13-inch touchscreen scherm is van de hoogste kwaliteit en heeft een resolutie tussen QHD en 4K. De verversingssnelheid is maximaal 120 Hz en de helderheid is hoog genoeg voor probleemloos gebruik buitenshuis. De batterij zorgt voor een verlengde levensduur tot 9 uur continu gebruik en er is ook een praktisch toetsenbord. Dankzij de twee hypermoderne Thunderbolt USB-C poorten is het mogelijk om een aantal externe apparaten aan te sluiten, waaronder monitoren en GPU's. Als u geïnteresseerd bent in dit artikel, kunt u de link in de beschrijving vinden. Nummer 1. De Surface Book 3 is het beste Windows-apparaat voor mensen zonder budgetbeperkingen. Het is een combinatie van ergonomie, geavanceerd ontwerp en uitstekende prestaties, perfect voor professionals die een zeer krachtig draagbaar apparaat nodig hebben zonder compromissen. Het is uitgerust met een 10e generatie Intel Quad-Core i7 processor, 16 GB RAM en 256 GB SSD opslag, uitbreidbaar tot een terabyte, en de krachtige Nvidia GTX GeForce. Deze kaarten halen het maximale uit laden en opslaan, zodat elk proces snel en onverwacht verloopt. De prijs van dit artikel kan worden geraadpleegd via de link in de beschrijving.